Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier bij Bieber Menno op YouTube. Het is tijd voor een nieuwe bierreview. Jazeker. Een grote fles Menno. Ja, een grote fles. Die had ik nog staan en ik denk, daar heb ik zin in en ik hoop dat die lekker is. Ik heb deze nog nooit gedronken, als ik het goed heb. Wel van de brouwerij. Is ook een bekende brouwerij. Denk ook wel voor jullie. Het gaat om deze grote fles van Kasteel in QV 11. En ja, het is een grote fles. Dus daar ga ik heel rustig aan mee doen de hele avond. Maar ik kan toch even reviewen voor jullie. Uiteraard, hè. Staat er nog wat op? Een bier van hoge gisting. Bevat gerstemout. Alcoholpercentage is, zoals jullie kunnen zien, 11%. 75 centiliter. Misschien is die iets koud nog. Hij moet om en bij 11 graden gedronken worden. Zoals jullie kunnen zien. Hij is nog een beetje koud. Maar goed, anyway. Voor de rest staat er niet veel op wat er precies in staat. Van Kasteelbrouwerij. Nou ja, wie kent ze niet, hè? Maar hij is houdbaar tot juni 2017. Dus dat kan nog wel even. Maar dat maakt niet uit, want ik ga hem nu openen. En ik ga hem... sowieso opdrinken. Als ik. Ja, die gaat eraf. Zoals jullie kunnen zien. En nu gaan we hem heel rustig eruit halen. Een sis. Flinke sis. En we gaan hem in een glas schenken natuurlijk. Uiteraard. Bruin schenkt hij uit in het glas. Zo, die fles is zwaar, zoals jullie kunnen zien. En staat die zo goed? Ik vind het helemaal prima. En zoals jullie gewend zijn, kleur, geur en smaak. Hier bij Bieber Menno. Kleur is bruin, donkerbruin. Ik zie er nog wel wat doorheen. Een beetje robijnroodachtig ook aan de onderkant. Ik denk dat jullie hem alleen maar bruin zien. Hè? Ja. Schuimkraag is heel erg bruin. Tegen het donkere wit aan. Kan dat? Ja, dat kan gewoon, dat zeg ik. En ik ben gewoon benieuwd. Natuurlijk ben ik benieuwd. Hè? We gaan naar de neus. Oké. Heel licht koffie ruik ik. Karamel ook wel. En ook wel die tonen van een kwart, zeg maar. Ja, dat is het eigenlijk. Licht kruiden ook wel, ruik in de neus. Ik ga gewoon een slok nemen. Ga ik gewoon doen, hè. Ik zeg proost. Hetzelfde eigenlijk bij de smaak. Licht koffie, geroosterde mouten. Ik heb ook wel een beetje gevoel dat het niet heel heftig, ook wel aan de hele licht kant, licht spicy toontje erin zit. Pruimen, karamel, alcoholpercentage 11%. Die proef je wel. Ik zei net al, hij is misschien iets te koud. Dus ik laat hem sowieso nog op kamertemperatuur komen. Waarom drink je hem de koud mee? Ja, soms ga ik gewoon spontaan een review opnemen. Ja, gewoon spontaan, hè. Soms gepland en soms spontaan. En dit keer is het spontaan. En ook een iets bittere afdronk. Maar licht koffie, kruiden, licht spicy toontje vind ik. Hè? Ik ben benieuwd ook wat jullie van dit bier vinden. En normaal heb ik altijd die, af en toe pak ik die normale kasteelbieren wel eens mee uit de supermarkt. Maar ik dacht, ik ga deze gewoon een keer doen. Hè? Voor de rest, zo. Ja, eigenlijk is het, ja, wat ik net zei, wat koffie. Licht plakkerig aan de mond ook wel. Heel licht. Het is allemaal een beetje licht, hè. Maar, anyway,
We gaan hem gewoon een eindcijfer geven hier bij Pier met Benno, uiteraard. Deze Castile Cuvée 11. Ik weet eigenlijk niet. Hebben ze ook een Cuvée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar ik denk dat dit te maken heeft met het alcoholpercentage wat hierop staat. Eigenlijk weet ik wel zeker, maar laat me weten. Dit is ook wel een Belgium. Ik zag op internet Belgium Quad, zag ik voor mij, als ik het goed heb. We gaan gewoon naar het eindcijfer. Ja. Hij krijgt van mij een mooie 8 gewoon. Een mooie 8 hier bij Bier Menno op YouTube. Laat me weten wat jullie van dit bier van Castile vinden, hun Cuvée 11. Ben ik zeker benieuwd naar. Laat het gewoon hier beneden weten. Hè. En dan ga ik er rustig aan mee doen. Rustig aan van nipjes nemen. En dan zie ik je volgende keer weer. Hier bij een nieuwe bierreview van Bier Menno. Social media. Hier beneden in de beschrijvingsbox, zoals Untappd, Facebook en Instagram. Volg me daar ook even. Dan zie je elke week sowieso welk bier ik gereviewd heb en welke er nog komen gaan. En dat wil je. Natuurlijk wil je dat. Hier ga ik het belaten. Anders wordt het veel te lang en ik ga gewoon een lekker rustig avondje van genieten. Ik zeg... Nee, ik heb niks meer te melden. Ik zeg... proost en tot de volgende keer maar weer.